Hey, en welkom bij de bierclub van oktober. Of ja, misschien wel boktober. Zoals je opvalt, ben ik maar alleen vandaag. Frank is helaas ziek, dus wens hem maar beterschap. Maar ja, bier moet toch geproefd worden. Dus ik ga gewoon beginnen met de eerste. Voor het eerste bier reizen we af naar Slovenië. Daar heeft Lobik, de brouwerij, een hele mooie nijpa gebrouwen. Are you not entertained? Natuurlijk van de film The Gladiator. Dus nou, mooie timing, want binnenkort komt The Gladiator 2 in de bioscoop. Ze hebben nu een nijpa gebrouwen met Galaxy, Nectaron en Citra. Dus ja, flink wat fruitige tonen in ieder geval. Wat citrus. Tropische vruchten verwacht ik, maar zonder iemand. Proost! Ja, heel veel citrus inderdaad, frisse tonen, mooi licht bittertje nog, dus het is niet super aan de zoete kant of zo, maar dit entertaint mij in ieder geval wel, zelfs zonder die film erbij. Maar een beetje de nadagen van de zomer, of ja, begin van de herfst vooral te vieren, is dit wel even een mooie teruggreep. Dan het tweede bier, zoals ik al zei, het is een beetje boktober. We hebben de Goat van brouwerij Kees. Uit Middelburg natuurlijk. Een ouderwetse laaggistende bok gebrouwen. Dus echt zoals de. Volgens de oude. Ja, een beetje de Reinheitsgebot. Het vroeg altijd. Dus laaggistend. Ook Duitse hoppen erin gebruikt. Duitse mouten. Dus. Ja, klassieke smaken, maar. Door Kees natuurlijk. Wel een mooie dikke schuimkracht erop. Mooi amberkleurtje. Ja, wel echt die klassieke bokgeur, dus echt. Die mouten die er overheen komen. Ja, echt een hele warme toon. Dus echt voor die koude herfstdagen. Ik merk de laatste tijd toch wel vaak dat bokbieren ook echt wat zoets mee krijgen. Een beetje de pastrybok op kan. Kant op gaan. Maar dit is echt zo'n ouderwetse, gewoon goede bok. Ja, lekker. Dat is mooi gedaan in Middelburg. De laatste. Komt er meer uit de buurt hier. Van brouwer Budels uit Budel. Die hebben de Kapucijnenreeks. Dat is eigenlijk een soort van ode aan de oude Franse kapucijnen. Dus eigenlijk een abdij of een monniken. Ook bieren op een wat ouderwetsere manier, of ouderwetse, traditionelere manier. En nu hebben ze daarvan een triple uitgebracht. Ze hadden al een blonde en een dubbel. En met de triple hebben ze weer dus iets meer alcohol. Heel mooi helder in ieder geval. Dikke schuimkracht erop. Ja, echt dat ja, typische triple geurtje. Door die gisten die ze dan gebruiken. Vrij zacht nog wel. 8% alcohol in. Overigens bij allebei 6,5. Dat ging heel ja, makkelijk weg. Het is een dorstlessende trippel. Niet echt een alcoholgeur aan. Geen een van de smaken overheerst echt heel erg. Ja, die drinkt gevaarlijk makkelijk weg, denk ik wel. Zeker ja, 8%. Je merkt het toch wel als je er een paar op hebt. Ik hou het nou gewoon lekker bij een klein proefglaasje. En dan gaan we het gewoon over de andere 7 bieren hebben. Want natuurlijk weer 10 bieren erbij. Zoals ik dat net heb geproefd, de Are You Not Entertained van Lobik, de Nijpa. Daaronder staat de Luide Lijster van Bird Brewery. En dat is een porter met wat sinaasappel.
zit ook een mooie fruitige toets aan. Dus dan hebben we hier de Big Mama Stout van Bierenova. Een Belgische brouwerij die toch al wel zeker 10 jaar bestaat. Want dit bier heeft in 2013 nog de zilveren prijs gewonnen bij de Brussels Beer Challenge. Maar het is echt gewoon een hele goede, stevige, stout Belgische basis. En dan komen we bij, ja, hij stond niet naast me, maar is er toch een beetje bij. Frank de Dank van Bullhouse. Brouwerij uit Noord-Ierland, Belfast. En die hebben een Danky IPA gebrouwen. Zoals de naam al een beetje doet vernoemen. Vermoeden. Dan komen we bij Jope. En de Jope Chapters. En dit is de Raspberry Beard. Ik moet even een beard. Ik weet niet precies hoe het uitspreekt. Ik moet het even opzoeken. Maar het is in ieder geval een stout met framboos. Dus net zoals de luide lijster weer. Een donker bier, koffie, chocolade, maar een hele fruitige toets. En bij deze dus framboos en zelfs wat kokos te proeven. Dan, ja, we gaan richting, we zitten nou in de herfst, maar we gaan richting winter natuurlijk. Daarvoor hebben we de Winterbie van Brouwerij De Bie. Echt een hele warme tonen, kruidig, wat anijs. Als het een keer heel koud wordt, zou ik die zeker een keertje inschenken. Komen bij Brouwerij Broers. Daar hebben we de Imperial Stout van. Ja, zoals het al zegt. Een Imperial Stout. Ik geloof 10% alcohol. Dus ook een stevige jongen. Maar flink wat bittere chocolade. Bittere koffie. Sterke tonen. En gewoon heel ouderwets goed. Dan het andere deel van Boktober. Komt uit Rotterdam. Van de Kaapse. En die hebben de Kaapse Bok gemaakt. En de Kaapse Bok heeft wat rokerige tonen ook erin zitten. Dus het echt wat hout gebruikt en daardoor krijg je wat rokerige tonen. En weer heel anders dan de goat. Want de goat heeft dus echt meer die warme mouwtonen en hier zit ook wat rokerigheid aan. Dus dan kun je ze ook mooi vergelijken met elkaar. Twee verschillende bokken, compleet anders. En als laatste hebben we nog de Kapucijn Triple. En jullie hebben hem waarschijnlijk al zien staan, maar onze kalender is binnen. In ieder geval de doos. Die staat hier. Nou, die is nog steeds te bestellen. Dus je ziet nou al hoe die eruit ziet. Maar de binnenkant, ja, die kom je pas achter als je hem op 1 december het eerste vakje open gaat maken natuurlijk. Maar ja, bestel hem nog snel, want de prijs gaat weer een keer omhoog. Dus zorg dat je voor een mooie prijs hebt. Want er zitten echt 24 hele gave bieren bij. Maar ja, nou eerst maar eens even beginnen met deze 10. Want dan kom je oktober wel door. En dan heb je in ieder geval heel veel lekkers te drinken. Geniet ervan.